Ik moet gewoon alles even op orde krijgen en ja, weer even goed mijn draai vinden hier in Amsterdam. Good morning! Ik heb me net opgemaakt en ik ga even lekker thuis werken. Vita die is nu even lunchen met een vriendin. En vanmiddag moeten we naar de kapper, want dan gaan we weer wat blonder. Het is alweer tijd, want het is echt ja, best wel een uitgroei alweer. Mijn haar die groeit zo snel, dat is echt niet normaal. Want ik zit even te denken wanneer we nou voor het laatst zijn geweest. Ja, je hoort hier nu de wasmachine. Volgens mij zijn we iets van 6 weken geleden of 2 maanden geleden geweest. Nou, ik moet eigenlijk even opzoeken, maar we gaan weer naar Pierrot. Ik ga eerst en volgens mij komt Vita halverwege. En ik heb net een pakketje binnengekregen. Dus dat ga ik even laten zien. Ik ben heel benieuwd wat erin zit. Dit is het pakketje van Boozy Shop, staat erop. Ik heb het net al stiekem opengemaakt, want het gaat iets makkelijker. Even kijken. Beauty delivered by Boozy Shop. Hi Blondtires, ik ben benieuwd wat jullie van onze nieuwste producten vinden. Maaike. Nou, leuk. Even kijken, wat is dit? Een mooie etui, maar wat zit erin? Want het is super zwaar. Oh mijn god, wat chill. Dit heb ik ook echt nodig. Al deze kwasten. Ik ga het even neerleggen. Jezus, hoeveel! Oh. En ze zijn vet zacht. Oh, wat relaxed dit. Ik heb normaal altijd kwasten van de Hema. Die zijn gewoon lekker cheap en die vind ik altijd prima. Maar dit is zo welkom. Gewoon een gloednieuwe kwastenset. En hoeveel zijn dit er? Oh, wat chill. En wat is het andere? Oh, met 1 hand is altijd zo moeilijk. Even zo. Dit is Pro Camouflage, staat erop. Maar het is wel een soort lila kleur. Dat ga je toch niet als camouflage op je gezicht doen? Ik begrijp het niet helemaal. Er staat toch echt pro camouflage en correct, yellow. En deze is groen. Grappig. Oh, dit zijn liquid lipsticks. Ik hou altijd van deze kleuren, een beetje van die nude kleuren. Oh, dit is een highlighter. Ah, altijd welkom. Even kijken of de was al bijna zo ver is. Nog 9 minuten. Ik heb trouwens nieuwe oorbellen. Die had ik toen tegelijk gekocht met die grote kruisen in New York bij H&M. Ik vind het heel leuk. Flirt helemaal gewoon zo je outfit op. Ik heb trouwens iets heel leuks aan. Ik heb een nieuwe blouse van Lovies aan. Een beetje een soort zijde look en poederroze. Ik dacht nooit dat deze kleur mij zou staan, maar ik vind het wel heel chic. Ik vind het wel leuk. En die broek is ja, meer een soort sporty broek. Want ik had gewoon geen zin om een spijkerbroek aan te doen. Soms heb je van die dagen die is gewoon van H&M. Van die doorzichtige details erbij. En Nike's. Woo! Wat ik eigenlijk nog helemaal niet over heb gehad. Namelijk toen we in New York waren om onze spullen te halen. En terug te verhuizen naar Amsterdam. Toen was ik best wel emotioneel. Dat hebben jullie kunnen zien. Echt, ik moest heel erg huilen. Want ik vond het heel erg moeilijk. Omdat ik er zo'n tijd heb gewoond. En dat je dan definitief iets afsluit. En weer een nieuw avontuur begint in Amsterdam. Ja, ik weet niet. Ik had er echt heel erg moeilijk mee. Dus ik dacht, ik geef even een update hoe het nu eigenlijk gaat. Oh, er zit mijn hele BH. Oeps. In ieder geval, ik ben nu natuurlijk weer een week ongeveer terug uit New York. Nou, iets korter. 6 dagen of zo. En ik moet zeggen... Ja, het gaat goed, maar niet fantastisch. In de zin van, ik moet nog steeds gewoon een beetje wennen aan het idee dat ik nu weer gewoon in Amsterdam woon. En ik had natuurlijk heel erg mijn leventje in New York en deed er allemaal dingen en nu ben ik weer hier. Nu moet ik gewoon alles weer op de rails krijgen. En dat is best wel even, ja... Lastig. We hebben bijvoorbeeld nu net een nieuw huis. Er moeten nog even een paar dingetjes aan worden gesleuteld. En dan kunnen we erin.
Maar we hebben letterlijk nul spullen. We hebben gewoon helemaal niks. Geen bed, geen bank, geen meubels. Dus dat is ook weer best wel een gedoe. Ja, ik weet niet. Het is gewoon even een geregel. Ik heb ook besloten trouwens om weer mijn werk op te pakken als freelancer. Ik werkte natuurlijk altijd als freelancer en dan adviseerde ik bedrijven op het gebied van social media en bloggers. En ik was aan het nadenken en kletsen met mensen. Toen dacht ik, ja, weet je, daar ben ik echt goed in. Waarom ga ik daar niet mee verder? Gewoon, dat kan makkelijk naast Blond Tigers. Dus dat wil ik nu gaan oppakken. En ik ben nu gewoon bezig met wat merken en bedrijven te benaderen. En te vertellen over wat ik doe. Want ja, naast Blond Tigers kan ik prima gewoon als freelancer werken en dit ernaast doen. En ik vind het super leuk om te doen. Want ja, ik ben natuurlijk al zo lang bezig en zoveel bezig met social media. Ik heb natuurlijk ook wel een beetje bewezen dat ik het kan. Gezien Blond Tigers en wat we allemaal aan het doen zijn en hoe erg dat groeit. Dus ik denk, ja, waarom niet? Nu ben ik gewoon bezig met, ja, een beetje op te schrijven wat ik nou exact eigenlijk doe. Dat is altijd wel handig voor jezelf om dat goed te definiëren. Zodat je dat ook goed kan vertellen aan andere merken en bedrijven. Nou ja, dus dat vergt wel wat tijd. Maar het gaat helemaal goed. Dus ik krijg wel nu zin om echt aan de slag te gaan. En hier echt mijn leven op orde te hebben. Maar zoals je ziet, Vita en ik zitten gewoon nu nog bij papa thuis op de Nieuwmarkt. Wat super gezellig is. En ja, echt gaat heel goed met z'n drieën. Ook al is het niet een ziek groot kasteel waar je de ruimte hebt. Maar het is echt heel leuk. Alleen een eigen plek geeft natuurlijk wel ook meer rust. Dat je gewoon je eigen kamer hebt, je eigen spullen. Vita en ik slapen nu gewoon de hele tijd bij elkaar in bed. Dus ja, Vita en ik zien elkaar zoveel. Dat is bizar. En we hebben ook, ja, wonderbaarlijk genoeg niet eens veel gezien. Af en toe wel irritaties, maar dat is het. Maar goed, ja, ik moet gewoon alles even op orde krijgen. En ja, weer even goed mijn draai vinden hier in Amsterdam. Ik ben nu buiten en ik ben op weg naar Pierrot, want ik ga naar de kapper. Maar papa heeft ergens de fiets gelegd, maar ik heb geen idee waar. Zo irritant. Er zijn hier 100.000 fietsen. Zoals je kan zien. En ik moet vet racen, anders kom ik te laat. En je kan beter niet te laat bij een kapper komen, want dan hebben ze geen tijd meer voor je. We hebben alweer gegeten. We hebben Expeditie Robinson gekeken. Wat niet normaal spannend was. Want Dave is eruit. Bizar. Ik dacht gewoon dat Gabi eruit zou gaan. Sorry voor mijn rode donkerblauwe mond. Maar we zijn aan de rode wijn. En ik weet niet. Vita en ik hebben echt gewoon van iedereen die ik ken. Een soort stoornis. Ja, een soort stoornis. Zo'n last van rode wijntanden. Dat al drinken wij één glaasje rode wijn, krijgen wij gewoon helemaal een soort blauwe waas over onze tanden en lippen. Echt te irritant. Ik durf ook gewoon bijna niet normaal te praten, maar gewoon met mijn hand voor mijn mond. Fiet, die zit lekker met het laptopje. Hij heeft net een video geüpload. Ja. Fiet's haar zie je nu niet, want dat is in een knot. Nee, maar ik heb hem geen elastiek ingedaan, want anders dan gaat het weer helemaal fout. Ja, ik ben wel echt ziek blij met mijn haar. Ik ook. Ik vind het zo mooi gedaan. Ik hoop dat ik het morgen beter kan laten zien. Want we hadden pas een afspraak eind van de middag. Dus was het natuurlijk al donker.
maar morgen in daglicht, dan ziet het er altijd weer anders uit. Dus ik ben benieuwd daarnaar. Ja, morgen is het alweer vrijdag. Oh mijn god. En dan gaan we gezellig eten bij Spaghetteria met Noortje, Reuf en Fietje met z'n vieren. En dan gaan we het weekend even goed inluiden. En morgen heb jij je tweede trial. Ja. Ik doe wel even mijn haar los, want ik heb gewoon heel mooi haar nu. Ja. Woe! Het ruikt ook zo lekker. Ja, het is echt mooi. Ik kijk even op je hoofd. Ja, ziek mooi gedaan. Ja, ik ben er echt heel blij mee. Maar ja, tweede trial van Rosecycle morgenochtend. Ja, best zenuwachtig. Nee, omdat... Doe je dezelfde playlist? Het ding is... ik heb er wat nummers aan toegevoegd. Omdat die ook langer moest zijn natuurlijk. Want mijn eerste trial was maar een half uur. Nu moet het 3 kwartier zijn als een normale les. Ja. En het was op zich niet heel erg moeilijk. Ik heb wel echt leuke nummers er ook aan toegevoegd. Hoor dan een dikke party. Maar, zoals? Want niemand heeft een idee. Ja, remix. Ik heb... NERD eraan toegevoegd met She Wants to Move. Oeh. Nee, het rare is nu, omdat tijdens de eerste trial zat ik in zo'n flow. En nu heb ik zo'n lange pauze gehad. Ik had het veel liever gewoon meteen allemaal achter elkaar. Het kan door New York, dat natuurlijk zo lang weg waren. Ja, en ook door de Next Boy Girl Band, dat het zo druk was. Dus ja, nu moet ik opeens weer mijn tweede trial doen. Want ik heb een paarse mond. Nee, ik vind het eigenlijk gewoon te erg. Het kan gewoon niet. Dit doen wij ook zelf, hè? Ja. Dus we gaan het zien. Er komen wel mensen die ik ken. Ik heb lieve vrienden van mij uitgenodigd die mij komen supporten. Ja. Nee, dus ik ben blij. Ik denk dat het... en als het fout gaat, ja jongens, dan gaat het fout. Dat denk ik ook. Tuurlijk. Weet je, ja, mijn tweede trial. Hi jongens. Nou, we liggen weer in ons oude vertrouwde bedje. Ja. Ik snak naar ons nieuwe huis. Ik ook. Het is allemaal helemaal leuk en aardig hier op de Nieuwmarkt. Hartstikke gezellig natuurlijk met papa. Maar het is wel fijn om een eigen plek te hebben. Ja, ik ben echt er helemaal klaar voor. Om ons eigen Tiger Cave te hebben. Ik ook. Het is gewoon een soort chaos in je hoofd. Omdat ook qua kleding ligt alles overal anders. Ja. En we moeten natuurlijk ziek veel regelen voor het nieuwe huis. Dus ik kan niet wachten tot het moment dat we daar helemaal zitten met onze meubels. Ja, oh. Gaan we een zieke apartment tour doen. Ja, sowieso. Nee, dat we inderdaad gewoon in ons eigen huis met onze eigen spullen zitten. Dat is wel echt even nu goal. Een focus. Ja, nou verder is het nu echt alweer 12:30 s'nachts. Dus we moeten echt gaan pitten. Ja, we moeten echt een beetje fresh zijn morgen. Ik ben wel benieuwd hoe laat onze volgers gemiddeld naar bed gaan door de weeks. Ja. Want wij willen het liefst eigenlijk tussen 11 en 12 slapen. Maar meestal is het toch wel 12:30. Ja. Van, ik weet niet, de tijd gaat dan opeens zo snel die laatste paar uurtjes. En dan is het voor je het weet alweer gewoon in de nacht. Ja, de tijd vliegt gewoon 's avonds. We hebben Expeditie Robinson ook weer gekeken. Nou, dat neemt ook alweer dik een uur van je tijd weg. Dat was wel heel spannend. Heerlijke show. Ja, echt heerlijk. Nou ja, in ieder geval, wij moeten nu echt gaan slapen. Ja, dankjewel voor het kijken en we zien je morgen. Mwah. Mwah.